Goedemiddag. Vlaanderen wil binnenkort tot 800.000 boosterprikken per week zetten. We praten zo dadelijk met minister Beke over de versnelde campagne. Minister Krevits wil langdurig werklozen inzetten om gemeenschapsdienst te doen. En in Australië komen zeker 5 kinderen om het leven bij een ongeluk met een springkasteel. Ons land gaat de boostercampagne tegen corona versnellen. Dat is gisteravond beslist. Het betekent concreet dat mensen die eerder dit jaar gevaccineerd werden met Pfizer of Moderna niet vanaf 6 maanden, maar al vanaf 4 maanden na hun tweede prik uitgenodigd kunnen worden voor een derde zogenoemde boosterprik. De beslissing is relatief snel gevallen. Begin deze week zag het er naar uit dat het voor volgende week zou zijn. Maar met de oprukkende Omicron-variant is er geen tijd te verliezen, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Met dat Omicron dat ja aan het komen is, willen we natuurlijk nog extra bescherming bieden. En we weten eigenlijk dat je met een boostervaccin ook tegen de Omicron-variant extra bescherming biedt. Ja, en dus willen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen helpen. We hebben eens rondgebeld en bij de vaccinatiecentra is er alvast enthousiasme over de versnelling. Ook al zijn er hier en daar praktische problemen, zoals te weinig vrijwilligers of een locatie die te klein is. Klein prikje, mevrouw. Ja. Gaat het? Ja, ja. Geen sporthal of cultureel centrum. Hier in Gooik wordt er al een maand gevaccineerd in de kerk van Strijland. Mijn locatie is eigenlijk bovenop het altaar. Het is een zijaltaar dat hier staat en dat wordt gebruikt als tafel nu voor ons. Hè. Ja, het is een beetje een aparte sfeer om te werken. Bovendien hebben we een prachtig glasraam achter ons. Dus dat is wel origineel. Hè. Vandaag worden hier zo'n 600 vaccins gezet. En dat zouden er best wat meer mogen zijn, vinden ze hier. Het nieuws van die extra boosters kwam dan ook als een godsgeschenk. Wij staan erop te wachten, hè, want het is momenteel heel kalm. Onze vaccinatoren die hebben veel liever een hoger ritme. Dus wij zien kansen om dat inderdaad te realiseren. En wij zijn, laten we zeggen, klaar. Dat is in orde. Dank u. Echte problemen verwachten ze hier niet door de opschaling. De locatie is groot genoeg. Naar apothekers is het wat zoeken, maar voor de rest hebben ze hier ook meer dan genoeg vrijwilligers. Ik kom meestal maar 1 keer in de week, zodanig dat het werkbaar blijft. Maar ik hoor ook dat er voldoende vrijwilligers zijn. Maar als ik 2 keer zou moeten komen, zou ik dat absoluut geen probleem vinden. Onze locatie kan dat aan. Wij doen dat heel gedoseerd. Ons knelpunt is de parking. Maar het publiek wordt hoe langer hoe jonger. Dus mensen kunnen ook wel wat verder in de straat gaan parkeren. We hebben nu ook een goede deal dat de kerk nog 2 halve dagen beschikbaar blijft voor een eventuele begrafenis. En dan moeten we dat heel snel ombouwen. En zelfs het wijwatervat draagt in deze kerk bij aan de bestrijding van corona. We zijn al een tijdje gestart met derde prikken te geven. Op dit moment heeft al een kwart van de Belgische bevolking zijn of haar boosterinenting gehad. In Vlaanderen is dat al bijna 30%. En we zouden tot 80% moeten geraken, want dat is het aandeel gevaccineerden in Vlaanderen. En de overheid roept ook op om je te registreren op de QVAX-lijst. De reservelijst die aangesproken wordt wanneer er overschotten zijn in de vaccinatiecentra omdat er mensen niet opdagen. Dan worden via die lijst mensen last minute opgeroepen. Er hebben zich nu zo'n 220.000 mensen geregistreerd op QVAX, maar daar mogen er nog veel meer bij om de boostercampagne zo snel mogelijk af te handelen. Wij zijn van plan om zoveel mogelijk mensen nog voor eind januari aan hun boosterprik te helpen. Omdat, dan spreken we over 2,5 miljoen mensen in Vlaanderen. Dus dat betekent dat we naar 700.000 à 800.000 prikken per week moeten gaan. Wat toch nog een stuk hoger is dan de hoogste pieken die we bij de eerste campagne gehaald hebben. Toen zaten we op de topmoment aan ongeveer 600.000 prikken per week. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke zit erbij. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ja, de urgentie is er, want die Omicron-variant die loert om de hoek, is er al, hij is in opmars. Er is ook snel beslist voor die versnelling. Wordt die dan ook meteen ingezet in die zin dat er bij wijze van spreken vandaag ook al uitnodigingen vertrekken naar mensen die nog maar 4 maanden geleden ingeënt zijn?
Vandaag zal dat nog niet zijn, maar morgen zal dat wel gebeuren. Mm-hmm. En de mensen wiens interval van Pfizer of Moderna inderdaad verlopen is, dus die al 4 maanden of langer hun vorige prik hebben gekregen, die kunnen zich registreren via QVAX. Mm-hmm. En op die manier kunnen de mensen in onze vaccinatiecentra ook terug de lijsten aangevuld zien om de mensen uit te nodigen. Want dat is inderdaad het probleem. We hebben een maand geleden gezegd, wij gaan 2,5 miljoen mensen willen vaccineren tegen het einde van dit jaar. Dat was een strak plan. Maar het ziet er naar uit dat we dat wel gaan halen. We hebben al 2 miljoen mensen gevaccineerd. Nog 500.000 mensen zal de komende 2 weken opgeroepen worden. Maar onze vaccinatiecentra, en dat was ook de reden waarom dat ze een rustpauze hadden ingelast tussen kerstmis en nieuwjaar, die zeiden, ja, het heeft geen zin om open te gaan of open te blijven als wij geen mensen meer kunnen uitnodigen. Maar door het verkorten van dat interval is die mogelijkheid er wel en kunnen we dus inderdaad ook nog extra mensen nu beginnen vaccineren. En dus gaan die vaccinatiecentra ook open blijven dan in de kerstvakantie? Wel, ik weet niet of dat voor alle vaccinatiecentra zal lukken, maar we hebben de voorbije dagen een strak plan uitgedokkerd. Mm-hmm. We hebben ook heel intens overleg gehad met onze mensen in de vaccinatiecentra. En de meeste, en u heeft dat ook gezien in het filmpje, ja, die zijn er wel klaar voor. Die hebben hun vrijwilligers opnieuw aangesproken. Die hebben hun medewerkers ook opnieuw aangesproken. Waar we misschien nog een tekort aan hebben, dat zijn de zogenaamde vaccinatoren. Dat zijn de mensen die ook effectief de prik mogen zetten. Ja. Die moeten een medische achtergrond hebben. Vandaar ook een oproep. Als u zelf zo'n achtergrond heeft en u bent vandaag aan het kijken en u zegt tussen kerstmis en nieuwjaar of in de komende dagen wil ik wel ook nog helpen, neem contact met uw vaccinatiecentrum, want we kunnen iedereen gebruiken. Ja, dat is een duidelijke oproep. Nu, we hoorden Joris Molens zeggen 700.000 tot 800.000 prikken per week. Dat is veel meer dan in de piek die we gehad hebben van het vaccineren dit voorjaar en in de zomer. Gaan we dat wel halen? Want heel veel van die centra zijn verhuisd naar een kleinere locatie. Maar vele zijn de voorbije weken ook terug opgeschaald. Mm-hmm. Hè? En inderdaad, dat is een heel strak plan. Maar het is echt wel meer. Vorig jaar in de zomer hebben wij tot 600.000 prikken gezet per week. Dus nu 700.000-800.000. En daar moeten dan ook nog eens de prikken bij komen voor de kinderen, mochten we dat volgende week goedkeuren. Dus dat wordt, januari wordt absoluut een gigantisch drukke prikmaand. Gaat dat lukken, volgens u? Dat kan lukken, maar nog eens, het is een strak plan. Het hangt van veel factoren af, maar dat kan lukken. Ik zie een grote bereidheid en ik zie vooral ook wel dat de sense of urgency aanwezig is. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die Omicron-variant die voet aan wal heeft gezet, die intussen ook in ons land in stijgende lijn is. En als we daar ons maximaal tegen willen beschermen, dan moeten we zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk die derde prik kunnen geven. Dus ik denk dat iedereen zich wel bewust is van het belang daarvan, ja. Mm-hmm. Zo snel mogelijk als we die 700.000, 800.000 halen. Tegen wanneer is dan iedereen ingeënt, laten we zeggen, plus 12? Wel, plus 18, hè, want deze boostervaccin, het is goed dat u dat opmerkt, want het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft een goedkeuring gegeven voor de boosterprik voor de volwassen bevolking. Mm-hmm. Dat wil zeggen 18 jaar en ouder. Dus nog niet voor de groep tussen 12 jaar en 18 jaar. Daarvan zou het gros tegen eind januari gevaccineerd moeten kunnen zijn. Okay. Waarom zeg ik het gros? Uh-huh. Omdat je natuurlijk een staart hebt, omdat er mensen zijn die de voorbije weken pas hun eerste vaccin zijn komen zetten, die aanvankelijk twijfelden, maar nu wel overtuigd zijn van het belang daarvan. Ja. En ook daar mijn tweede oproep. Mensen die kijken en die zeggen, ik heb me tot nu toe niet laten vaccineren. Niet alleen voor uw volksgezondheid, maar ook voor de gezondheid van uw omstaanders en het welzijn van uw kinderen of uw kleinkinderen, laat u in godsnaam vaccineren. Mm-hmm. Maar het zou dus ook kunnen dat in januari ook de plus of de 12 tot 18-jarigen, als dat wordt goedgekeurd, ook er nog eens bij komen? Want dat zijn nog extra prikken. Wel, dat hebben we op dit ogenblik niet voorzien. Waar wij in overleg zijn met onze vaccinatiecentra, dat is om zich ook klaar te maken voor de groep van 12, van 5 tot 12-jarigen. En men mag dat wel niet onderschatten, omdat de mensen die nu voor een boosterprik komen, ja, die kennen intussen wel de handel en wandel. Die lopen daar vlot door en dan een kwartiertje wachten en men is terug buiten. Maar voor kinderen tussen 5 en 12 jaar is dat natuurlijk wel iets anders. Dat neemt meer tijd in beslag. En daarom zijn we ook met onze vaccinatiecentra aan het kijken. Kan dat in een vaccinatiecentrum? Of moeten we daar kijken en zoeken naar alternatieven? Maar dus dat wordt inderdaad ook nog wel een gigantische operatie. Oké, dankjewel voor de komst naar de studio.
En alle coronacijfers die blijven dalen. Iedere dag worden gemiddeld 254 nieuwe covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 11% minder. Er liggen in totaal ook 11% minder covid-patiënten in de ziekenhuizen. Het zijn er nu 3120 en 804 van hen liggen op intensieve zorg. Ook dat cijfer is nu lichtjes gedaald. Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen is gezakt tot 12.672 per dag, een kwart minder dan vorige week. En per dag sterven gemiddeld 45 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. De coronacrisis en de opmars van de Omicron-variant worden vandaag ook besproken op de top van de Europese regeringsleiders in Brussel. Een van de discussiepunten is de voorwaarde die sommige landen nu opleggen aan reizigers en toeristen om een negatieve PCR-test voor te leggen, ook wanneer ze volledig gevaccineerd zijn. Italië, Griekenland, Portugal, Cyprus en Ierland vragen dat. Maar niet alle lidstaten kunnen dat appreciëren, die extra voorwaarden. Ook ons land niet. Het zou wel goed zijn dat in Europa we allemaal op dezelfde lijn zitten en dat wij de waarde van een vaccinatiecertificaat gebaseerd op de boosterprik, ja, dat de voornaamste verdediging blijft en dat we niet verschillende regels hebben doorheen Europa dat ze de zaak alleen maar verward maken. Ja, wat wie nu al een boosterprik heeft gehad, moet ook een negatief PCR-test kunnen voorleggen. Wel, in sommige landen is dat zo. In Italië en in Portugal is dat zo. Ik ga er vandaag voor pleiten om maximaal dezelfde regels te hebben doorheen Europa. We moeten ervoor zorgen dat er geen beperkingen komen op reizen. Dat zou ook niet zeer zinvol zijn. Maar we moeten vooral ervoor zorgen dat de regels dezelfde zijn overal. En dat zal de bespreking vandaag zijn. Rob Herbout, goedemiddag. Ja, de Europese lidstaten die mochten dat toch, extra voorwaarden opleggen in geval van ernstige crisis? Ja, dat klopt. Toen in juni dat fameuze digitale coronacertificaat werd ingevoerd, was de afspraak dat wie volledig gevaccineerd is, dat die niet getest zou moeten worden bij aankomst of voor vertrek. Maar er was wel een uitzondering. Wanneer er een nieuwe variant zou opduiken, dan hadden lidstaten de mogelijkheid om een soort noodremprocedure in te voeren en toch een test te vragen, een PCR-test of een snelle antigeentest aan mensen, zelfs wanneer ze volledig gevaccineerd zijn. En sommige landen hebben daar nu gebruik van gemaakt, maar is het verwijt, ze hebben dat gedaan zonder vooraf de andere landen in te lichten. En dat was de afspraak dat ze dat 48 uur op voorhand zouden doen. En onder meer Italië heeft dat klaarblijkelijk niet gedaan. Ja, ze hebben er niet over gecommuniceerd, maar het is nu wel het geval dat er die nieuwe variant is en dat ze dat gedaan hebben. Waarom is er dan toch nog zoveel tegenstand? Wel, een van de problemen is dat wanneer je een PCR-test gaat vragen aan mensen die gevaccineerd zijn, of wanneer je alleen een PCR-test vraagt, of je nu gevaccineerd bent of niet, en niet meer vraagt naar dat vaccinatiebewijs, dan vrezen sommige landen dat dan de druk op hun burgers om zich te laten vaccineren zal wegvallen. Als je kan reizen zonder je te laten vaccineren als gewoon een PCR-test volstaat, dan vrezen sommigen, onder meer de Luxemburgse premier Bettel, zei dat, ja, dan heb ik eigenlijk geen argument meer om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren, terwijl men nu net probeert om dat wel te laten doen en zelfs nog een derde prik te laten zetten om die Omicron-variant te lijf te kunnen gaan. Dus dat is een argument dat gebruikt wordt in deze discussie. Nu, premier De Croo, die had het over het belang van dezelfde regel allemaal te hanteren. Hoe gaan ze tot een oplossing proberen te komen? Wel, al een tijd geleden heeft de Europese Commissie voorgesteld, men weet dus dat de vaccins minder lang werkzaam zijn dan men gedacht had. Men heeft dus voorgesteld om de volledige vaccinatiecertificaat, om de geldigheid daarvan te beperken tot 9 maanden. En dat het dan eventueel verlengd zou kunnen worden wanneer je een boosterprik hebt. Maar dat voorstel is nog niet goedgekeurd geraakt. Dat voorstel is al een maand oud en het is nog altijd niet goedgekeurd. En dus hebben sommige landen dan maar het zeker voor het onzeker genomen. En het is de bedoeling van deze vergadering om toch opnieuw in de richting te gaan van een eenvormige aanpak. Want anders heeft dat hele digitale coronacertificaat dat ingevoerd was om reizen te vergemakkelijken eigenlijk niet veel zin meer. Zo is dat. Dankjewel, Rob. Wie meer dan 2 jaar zonder job zit, kan vanaf 2023 verplicht worden om gemeenschapsdienst te doen in zijn of haar gemeente. Vlaams minister van Werk, Hilde Krevits, heeft daarvoor een plan klaar.
Ze wil zo 70.000 langdurig werklozen weer naar de arbeidsmarkt helpen. Maar er komt ook kritiek op haar plan. Werken bij de Groendienst is een van de gemeenschapstaken die minister Krevits aan langdurig werklozen zou willen geven. Want dat heeft zijn nut, zegt ze. Eigenlijk wordt die gemeenschapsdienst een manier om opgeleid te blijven, om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Als je meehelpt, als je een team werkt of meehelpt in een team, dan behoud je een aantal competenties die zo noodzakelijk zijn op de arbeidsmarkt. Dus het moet competentieversterkend werken. En ik hoop daarmee ook een antwoord te bieden aan critici die zeggen, ja, goh, eigenlijk is het niet interessant. Maar de critici blijven kritisch. Vakbonden en experts zijn bezorgd. In de eerste plaats zijn er juridische bedenkingen over de verplichting, maar er is nog meer. Ten tweede sociaal. Het werkt stigmatiserend ten aanzien van de doelgroep. Werkgevers zijn dan ook minder happig om dergelijke mensen in dienst te nemen. En het werkt demotiverend voor de betrokkenen. En ten derde economisch hebben we gezien in het Verenigd Koninkrijk dat de netto tewerkstelling gecreëerd door dit soort maatregelen, dat die zo niet nul, dan zelfs negatief was. De minister verzekert wel dat het maar om maximaal 64 uur gemeenschapswerk per maand gaat en het wordt niet zomaar opgelegd. Iemand die werkzoekend is bijvoorbeeld al heel lang, maar die heel kleine kinderen heeft, ja, die zal sowieso nooit verplicht worden om late avond hulp te bieden. Maar die afspraken kan je maken. Er komt nu verder overleg met de vakbonden. Tegen 2023 moet het systeem er zijn. Young children on a fun day out together with their families and it turns to such horrific tragedy. At this time of year, it just breaks your heart. Australische premier Scott Morrison heeft het over een dramatisch ongeluk met een springkasteel waarbij 5 kinderen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers waren aan het spelen op het springkasteel tijdens een schoolfeest op het Australische eiland Tasmanië. Er stak een felle wind op en die tilde het springkasteel meters hoog de lucht in, waarna het weer op de grond smakte. Het moest een vrolijk feest worden op de laatste schooldag op de Hillcrest Basisschool in het stadje Devonport. De school had een springkasteel voorzien voor de kinderen. Maar om 10 uur lokale tijd draait het feest uit op een drama. It appears a wind gust has caused a jumping castle to lift into the air. Several children fell from the jumping castle and it appears they may have fallen from a height of approximately 10 meters. Verschillende reddingshelikopters werden ingezet om de getroffen kinderen naar het ziekenhuis te brengen. Sommigen zijn in kritieke toestand. De ouders van de slachtoffers krijgen bijstand. Maar het verdriet is ondraaglijk, zeggen de lokale autoriteiten. On a day when school children were celebrating at the end of term so close to Christmas, it's simply inconceivable that this shocking incident has occurred. We stand ready to provide whatever support we can to the families directly impacted, the student staff and the broader community. And importantly also to our emergency services and our first responders, who I know have also been affected very deeply. Amerikaanse president Joe Biden heeft het tornado-rampgebied in de staat Kentucky bezocht. Biden stopte in 2 stadjes, Mayfield en Dawson Springs, om er met eigen ogen te zien hoe groot de ravage is. Hij sprak er met mensen die hun huis verloren hebben. In Kentucky alleen al zijn er tot nu 75 doden geteld, maar er zijn nog meer dan 100 mensen vermist. De president sprak zijn medeleven uit en benadrukte de solidariteit die op gang is gekomen. Hij ziet er eenheid in. White people just come out of nowhere to help as a community. And that's what we're supposed to be doing. That's what America's supposed to be. There's no red tornadoes or blue tornadoes. There's no red states or blue states when this stuff starts to happen. Intussen kampen andere delen van de Verenigde Staten meer naar het westen met nieuwe stormen. Dit zijn beelden uit Iowa. En in Kansas waren er zandstormen. Bijna 500.000 Amerikanen zat gisteravond zonder stroom.
Beter nieuws komt er van het Canarische eiland La Palma. Daar heeft de vulkaan Cumbre Vieja zich nu al 2 dagen op rij stilgehouden. Dat is de langste periode sinds het begin van de vulkaanuitbarsting half september. Wetenschappers konden al tot bij de krater klimmen om metingen te doen. De 2 Oost-Vlaamse gemeenten, Locristi en Wachtebeke, worden straks 1 grote gemeente. Wat vinden de inwoners van de fusie? Dat is voor straks. Katrien, er wordt gevoetbald midden in de week en de landskampioen Club Brugge die heeft gewonnen. Ja, en Club trekt met veel vertrouwen naar de topper tegen Anderlecht komende zondag. Club Brugge heeft 12 op 12. Het heeft makkelijk gewonnen bij Oud-Heverlee Leuven met 1-4. Ruud Vormer stond nog eens in de basis en scoorde. Maar de grote uitblinker was alweer Charles de Ketelare. Hij maakte 2 doelpunten. Hij zit al aan 8 in totaal. De Ketelare is daarmee de nieuwe topschutter bij Club. Felicitaties voor Charles de Ketelare. Met 2 goals is hij de man van de match in deze 4e clubzege op rij. Zelf bekijkt hij het als een nuchtere West-Vlaming. Ja, als je bij Club speelt is de bedoeling om elke wedstrijd te winnen. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel het doel. En, 12 op 12 is nu gewoon heel goed, maar ja, we zijn nog nergens. We moeten gewoon verder blijven gaan. Het is een ander jong talent dat de score opent. Noualang heeft wel wat geluk. Zijn schot wijkt af. De 0-1 is een feit. Diezelfde Noualang botst op het einde van de eerste helft met doelman Runarsson. Die wordt met een hoofdwonde afgevoerd naar het ziekenhuis. Halfweg de tweede helft komt het beslissende moment van de match. OHL wil een penalty, maar de scheidsrechter vindt dit duel daarvoor niet zwaar genoeg. 30 seconden later maakt de Ketelare zijn eerste goal van de avond. Goed afgewerkt. 0-2. Bij OHL is de weerstand gebroken. 4 minuten later maakt Vormer de 0-3. En nog eens 4 minuten later is het tijd voor nummer 2 van de Ketelare. Met de buitenkant van de voet, 0-4. De tegengoal van Maartens is maar een voetnoot in het verhaal. Club Brugge wint met 1-4. Het vertrouwen is nooit weg geweest, maar dit doet wel deugd in aanloop naar de klassieker tegen Anderlecht volgende zondag. Dat geeft een extra boost, maar zondag is weer een heel andere wedstrijd. Met een ploeg met andere kwaliteiten. In ons eigen huis, met onze supporters erachter. Andere context. Dus gewoon focus op onszelf. Dat is belangrijk. En nu moet niemand naast zijn schoenen gaan lopen of beginnen zweven. Nee, we moeten deze focus houden waar de jongens de voorbije weken mee bezig zijn. Club Brugge blijft 2e in de stand op 4 punten van Union. Helemaal bovenin geeft Union geen krimp. Het won met 0-2 bij Zulte Waregem. Na een flater van Sirani gaat Dennis Oendaf lopen met de bal. Oendaf vindt zijn spitsbroeder Van Zijr. Die schiet in 2 keer voorbij Bossuts. Het 11e doelpunt van Dante Van Zijr in deze competitie. Ook de 2e goal valt voor de rust. Na een hoekschop kopt verdediger Burgess binnen. 0-2. Union wint. Het wil als leider de winterstop in. En het is een gezonde ambitie. Hè. Ik bedoel, dat is zeker mogelijk. En, het wordt nog moeilijke match tot aan de winterstop. Zoals ik al zei, met al die omstandigheden, ook na de winter, gaat het heel moeilijk worden, denk ik. Maar we geloven erin. We gaan ons best doen om, ja, om elke match te winnen. En dan zien we wel ja, waar we eindigen. Spektakel was er achter de kazerne in Mechelen. In een match met telkens wisselende kansen en in totaal 7 doelpunten. KV Mechelen won, het versloeg AA Gent met 4-3. Nicolas Storm heerste bij de thuisploeg. En voor AA Gent komt er een eind aan een reeks van 4 zegens op een rij. Aan de rust staat het 1-1 na doelpunten van Amrabdi en Tissot Dali. Kort na de pauze brengt de Poitre Gent voor de 2e keer op voorsprong. Maar KV Mechelen toont opnieuw veerkracht. De man in bloedvorm, Nicolas Storm, is ongrijpbaar op de linkerflank. Hij dringt de 16 meter binnen en knalt de bal dan verrassend in de korte bovenhoek. Met een 2e doelpunt van Karim Amrabdi op strafschop komt de thuisploeg voor 3-2. Maar dan toont A. Gent zijn veerkracht. De Poitre vindt Tissot Dali, die ook al met zijn 2e goal de stand weer in evenwicht brengt. 3-3. Maar beide ploegen willen de volle buit. En die gaat naar KV Mechelen met zijn absolute uitblinker Nicolas Storm. 20 minuten voor tijd brengt hij Gent het genadeschot toe met een prachtig geplaatste bal. KV Mechelen wint met 4-3 dankzij de ongrijpbare... Nicolas!
Zegens waren er dus voor Club Brugge, Union en KV Mechelen. Standaard Beerschot van gisteravond is uitgesteld vanwege een staking bij de politie. Eergisteren al was Kortrijk te sterk voor Oostende, Anderlecht voor STVV en Cercle Brugge voor Saint-Raam. Vanavond zijn er nog twee duels van de 19e speeldag. Antwerp krijgt het bezoek van Eupen en Racing Genk ontvangt Charleroi. In het klassement blijft Union dus op kop staan met 4 punten meer dan de nummer 2 Club Brugge. Anderlecht staat op 5 punten van club. Het is voorlopig derde, maar Antwerp speelt nog. KV Mechelen is op de hoogte van AA Gent gekomen. Leuven is 15e en Zulte-Waregem heeft zijn 6e thuisnederlaag van het seizoen geleden. Het blijft voorlaatste met 17 punten. Het blijft op de sukkel. Antwerp-speler Raja Nainggolan is door de politierechtbank veroordeeld tot 7 maanden rijverbod, waarvan 4 effectief. Afgelopen zomer, enkele dagen na zijn transfer van Cagliari naar Antwerp, werd Nainggolan tegengehouden op de Antwerpse Scheldekaaien. Hij had te snel gereden, hij had een andere auto ingehaald over een volle witte lijn en hij was onder invloed van alcohol. Naast het rijverbod moet hij ook een boete van €3.200 betalen. We sluiten af met Formule 1, met de nieuwe wereldkampioen Max Verstappen. Hij is helemaal zeker van zijn wereldtitel. Renstal Mercedes van rivaal Lewis Hamilton heeft het beroep tegen de wedstrijdbeslissingen in Abu Dhabi ingetrokken. Bij Red Bull is het groot feest. Verstappen is feestelijk ingehaald in het hoofdkwartier van Red Bull in Milton Keynes. Honderden werknemers wachten hem op met oranje fakkels. De Nederlander werd rondgereden in een oranje sportauto. En toen hij uitstapte, kreeg hij knuffels van teambaas Christian Horner en van topingenieur Adrian Newey. Verstappen beleeft een sprookje. It was an amazing thing to see, you know, all the people out there waiting for you to arrive. And I mean, it's a real team effort at the end of the day. And I'm, of course, incredibly happy to be part of this amazing team. Vanavond krijgt hij officieel zijn trofee. Weer een topmoment. Ja, plechtig dan. Dankjewel. In Oost-Vlaanderen hebben nog maar eens 2 gemeenten aangekondigd dat ze willen fuseren. Het gaat om Locristi en het kleinere Wachtebeke vlakbij de Nederlandse grens. Wie voor 2025 vrijwillig fuseert met een buurgemeente, kan vanuit Vlaanderen rekenen op een fikse schuldvermindering. Op meer dan 10 plaatsen hebben ze daar intussen voor gekozen, vooral in Limburg en Oost-Vlaanderen. Waar wonen jullie? Wachtebeke. Ah. Ja. Kennen jullie Locristi? Ja. 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 Wel, die twee gemeenten gaan fusioneren. Is dat dat die samenkomen? Ja, precies. Ja. Oh, Wachtebeke en Locristi. Wachtebeke en Locristi. Ah, dat is het cool. Ook in Zaffelaren, deelgemeente van Locristi, niets dan blije gezichten. In het museum voor sierteelt wordt de fusie aangekondigd tussen de bloemen. Het lijkt wel een huwelijk. Locristi was een gewillige bruid? Locristi, ja, die was een gewillige bruid. Allee, tot nu toe gaan we nog moeten afwachten. Want we staan maar aan. De vrijage begint nog maar pas en het huwelijk wordt maar voltrokken op 1 januari 2025. Dus, en wat zal Wachtebeke nu kunnen doen wat anders moeilijk zou geweest zijn? Wel, wij krijgen meer mogelijkheden in elk geval. Terug naar Wachtebeke, waar we het nieuws brengen in Café Rembrandt. Locristi. Dat kan misschien goed zijn. Ja? Dat is misschien mogelijk dat goed is. Was u bang voor een andere keuze? Ja. Bang voor? Zelfs uit of zo. Dat is misschien een vooroordeel, maar ik denk dat we beter zijn met Locristi. Denk ik. Maar uiteindelijk kan er maar 1 iemand burgemeester zijn, hè, later? Ja, dat zal de bevolking dan wel uitmaken. Hè. Dat item, geloof mij, dat item komt momenteel niet aan bod. Al hadden sommige inwoners het liever groter aangepakt. Ik denk dat op mijn oordeel die veel meer zullen geworden worden. Hè. Maar het domste dat gebeurd is in tijd, hè. Dat is in 1830. Ja? Ja. Dat is koning Willem hier buiten gebonzuurd. En dan zijn we in Nederland geweest, hè. Jongens Schunderboen en jongens Rutter Pensioen. Ik geef nog mee dat u vanaf 3:15 naar Villa Politica kunt kijken vanuit de Kamer. Wij begonnen dit journaal met de versnelling van de boostercampagne tegen corona. Ook wie pas 4 maanden geleden werd ingeënt, zal vanaf nu uitgenodigd worden voor een derde prik. Bedankt voor het kijken en tot vanavond. Klein prikje, mevrouw. Ja. Gaat het? Ja. Ja.
met dat Omicron dat ja aan het komen is, willen we natuurlijk nog extra bescherming bieden. Wij zijn van plan om zoveel mogelijk mensen nog voor eind januari aan hun boosterprik te helpen. De mensen wiens interval van Pfizer of Moderna inderdaad verlopen is, dus die al 4 maanden of langer hun vorige prik hebben gekregen, die kunnen zich registreren via QVAX. Ja. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.